Inmiddels ook wakker. Oh, ik wilde dan een diepgaand interview met je gaan doen, maar de bel gaat alweer. Oh. Het is een drukke bedoeling. Ach. Hey, dat is leuk. Dat is de postbode. En die komt hier dan elke dag. Merel, waar is die fucking microfoon? Bedankt. Hallo. Hallo, Giel. Ja, je moet hem even zelf vasthouden, want ik wil namelijk ook één hand vrij kunnen houden om jou dan weer... Of jij hebt geen hand vrij, hè? Ja, maar ik... Ik wil elkaar lekker een hand. Ja, precies. Nee, want ik, tenminste, als het waar is, ik krijg sms'jes dat jij jarig bent, Jacques. Ja, klopt. Dat klopt ook gewoon. Nou, kom en, even op een stoel staan. Misschien kunnen we ook... Ja. Speelman en speelman, jongens. We hebben... Lang zal de leven, lang zal de leven, lang zal de leven in de gloria, in de gloria. Bedankt. Kantie. Ja. En dan kom je gewoon toch nog op je verjaardag hier eventjes de post brengen. Ja, ik moet... Oh, ja? Ik moet altijd werken met kerst, dus ik ben altijd in deze periode jarig natuurlijk. En ja, wij krijgen een verlofdag met ja, kerst. Ja, nee, precies. Oh, ja, natuurlijk, ja. Godzame man. Ja. Oké, nou, echt hulde daarvoor. Is het inderdaad topdruk? Want ik zag allerlei berichten.